Hoi, wil jij bij de Like Squad horen? Geef deze video dan een dikke vette duim omhoog, want we gaan dit keer proberen om in totaal de 10.000 likes te halen. Oeh, veel succes ermee! En in de Fan Friday van vandaag duik ik in het spel Brookhaven van Roblox om 13 viral geheimen uit te testen. Er worden namelijk best vaak leugens verspreid op het internet, dus je weet niet altijd wat je nou wel of niet moet geloven. Sommige geheimen in Brookhaven lijken gewoon veel te goed om waar te zijn, maar of ze ook inderdaad waar zijn, dat weet je niet. Ik dacht, ik verzamel er een aantal en die gaan we gewoon eventjes bekijken om te zien of ze kloppen of niet. Ik ben er heel benieuwd naar, maar zorg wel eventjes dat je op dat belletje klikt dat naast de abonneerknop staat, want op die manier blijf je altijd op de hoogte van wanneer ik een nieuwe video upload. Super handig en laten we dan nu meteen beginnen. Ben je klaar om het allereerste geheim te testen? Ik moet als allereerst eventjes een huis bouwen en dat wordt dan de frat house. En dat is deze hier zo. Nou, hij is prachtig. Wat we hier kunnen vinden is een heel bijzonder geheim. Dit is namelijk een geheim binnen een geheim. We gaan hier naar beneden en zoals je kunt zien hebben we hier een geweldig mooie bibliotheek. We gaan hier zo op dit knopje drukken. En dan gaat deze open. Kan ik er snel doorheen en loop ik naar beneden. Nou, helemaal top. Maar het geheim dat we dus gaan testen is een kamer die je vanuit hier kunt vinden. Er werd me verteld dat ik dus uit mijn rugzakje een laptop moet pakken. En vervolgens in de vier stoelen hier zo zitten. Dus dat is 1, 2, 3 en 4. Als ik dat gedaan heb, dan is er hier op deze pilaren ergens een geheim knopje. Ik zie helemaal niks. Oh, hier! Wow, dat klopt inderdaad. Ik klik erop, maar dan hebben we alsnog geen geheime kamer, toch? Nee, die zit hier zo ergens in de hoekjes van deze kamer. Dus ik loop gewoon tegen de muur aan. Is het hier? Huh? Wow! Ja, hier is een zwarte muur, maar als ik er doorheen loop, dan kom ik in een geheime kamer terecht. Ik vind het heel erg top. Ik had niet verwacht dat het zou werken, maar hij werkt dus. En dan kunnen we nu doorgaan naar het tweede geheim. Hiervoor moet ik dus eigenlijk precies in deze kamer zitten. Het heeft namelijk te maken met deze laptop die hier op het bureau staat. Ik zie mijn muis in een handje veranderen, dus ik ga gewoon eventjes klikken. Nice. Ik teleporteer eventjes naar buiten. Het is heel belangrijk dat ik naar het tankstation ga. Dit geheim heeft iets met de berg daarnaast te maken. Er schijnt namelijk een anti-zwaartekrachtkamer te zijn. Waar je dus helemaal ondersteboven kan gaan. We zijn nu dus bij het tankstation aangekomen. Als het goed is, is er dus een deur hier zo in deze berg. Oh, wow. Oké. De deur is open. Ik loop er meteen doorheen. Ik zie nog geen anti-zwaartekrachtkamer. Om dit te werk te stellen, moet ik eerst eventjes op deze lichtknop hier zo drukken. Goed. Huh. Gaan de lichten uit. Niet zo leuk. Dan loop ik verder door en dan klik ik op deze blauwe knop. Oh, het is een scherm. Ik kan nu een wachtwoord gaan intypen. En typ ik de naam van meneer Brookhaven in. En dat is hoofdletter M, Marcus, hoofdletter B, Brookhaven. We klikken op enter en dan gebeurt er waarschijnlijk helemaal niks. Oh. Huh? Er ging een deur open. Wow. Wat is dit nou weer voor een rare, enge kamer? Wacht even. Ik zie dat er stoeltjes hier zo op de muur staan. Ik kan daar ook op zitten. Wauw. Dit geheim is dus absoluut en zeker goedgekeurd. Heel fijn dat deze ook inderdaad werkt. Maar voor dit derde geheim gaan wij vliegen. Tenminste, dat hoop ik natuurlijk. Het is een soort van hek. Maar je kan er dus voor zorgen dat je auto kan vliegen in de lucht. En daarvoor heb je deze duikplank nodig. Op deze manier kan je heel hoog springen of niet? Oh ja, dat gaat best wel goed. Oh my goodness. En dan ga ik een autootje spannen hier bovenaan in de lucht. En go! Oh! Hallo? Waar is mijn auto? Is die hier zo... Nou ja zeg, hij ligt nu in het zwembad. Dit geheim werkt absoluut en zeker niet. Helaas. Maar we kunnen wel even kijken of het vierde geheim werkt. Hiervoor ga ik mezelf onzichtbaar maken. Ik wil zoveel mogelijk dingen afdoen. En tegelijkertijd moet mijn poppetje ook zo donker mogelijk worden. Ik denk dat deze wel donker genoeg is. En dan heb ik ook een zwarte broek nodig. En dan moet ik ook nog mijn poppetje helemaal donker maken. Als allerlaatste moet hij ook echt mini worden. Ja, mini. Maar ik ben niet echt onzichtbaar. Alleen we kunnen er wel voor zorgen door eventjes een motor erbij te pakken. Als ik hier nu op ga zitten, dan ben ik... Oh nee, dat is niet waar. Huh? Nee, ik kan mezelf nog zien. Oh ja, ik weet het. Ik moet ervoor zorgen dat ik ga liggen. Dus ik klik op lay down. Dan moet ik op de motor gaan zitten. Here we go.
Huh? Wow! Ik ben echt helemaal onzichtbaar. Wow! Op dit moment kan ik dus gewoon als de onzichtbare mij hier zo door Brookhaven heen rijden. Jeetje, wat voor pranks kan je hiermee doen? Dit is toch zo ongelofelijk gaaf. En dat betekent dat dit geheim dus gewoon helemaal werkt. Ik vind dat we tot nu toe echt goed bezig zijn. Dus we gaan snel door naar het volgende geheim. We gaan er nu voor zorgen om een echte geest te zien. Blijkbaar is dat dus mogelijk. Geesten in Brookhaven. Ik weet niet of ik daar helemaal blij mee ben. Maar ik ga het toch maar eventjes testen voor jou. Zodat jij het ook weet. Laten we hopen dat die niet werkt. Want geesten ben er niet een groot fan van. Ik ben hier zo bij het ziekenhuis. En dan moet ik naar de geheime kamer boven het ziekenhuis. Dan hebben we hier een kamertje. Als je daar doorheen gaat, dan heb je hier een ondersteboven bureau. Met een foto of een poster erop. Dus als ik daarop klik, dan brandt hij heel eventjes. En dat is dus het teken dat er iets in werking is gezet. Ik ga het stappenplan volgen van dit geheim. En dan moet ik naar de bibliotheek gaan. In deze bibliotheek is er ook een geheim boek. Als je hier opspringt volgens mij. En dan hier op deze boekenkast. Mijn hoofd zit in de muur. En als ik nou gewoon eventjes ga kijken met mijn camera. Ja, daar is een boek. Dan moet ik hier dus ook op klikken. Zo, en dan heb ik het boek in mijn inventaris. Dan moet ik deze dus mee gaan nemen naar het museum. Er zijn hele mooie schilderijen hier zo te vinden. Maar waar wij naartoe willen is dit. Ik heb echt geen idee wat dit is en wat het moet voorstellen. Oh, misschien moet ik dit mijn boek laten zien. Zo, en dan hierop klikken. Wow, dat is rood. Wat gebeurt er hier? Wat gebeurt er hier? Oh my goodness, oh my goodness. Dat ziet eruit als een echte geest. Huh? Oh jongens, dit is echt heel erg eng. En volgens mij heeft hij ook het boek vast. Ik had niet verwacht dat deze inderdaad zou werken. En nu is dit ineens een schedel geworden. We kennen allemaal natuurlijk het motel hier in Brookhaven. En ik heb al deze kamers gecheckt. En er is eigenlijk niet zo heel erg veel bijzonders mee. Maar wist je dat dit motel een geheime zolder heeft? Ik ga om het hotel heen lopen. En dan is er hier dus dit gedeelte waar alle motelkamers in zitten. Maar hierboven blijkt dus een zolder te zijn. Daar kan je via geen enkele kamer in. Maar je kan er wel in glitchen. Ik pak de ladder uit mijn inventaris en dan ook de slaapzak. En ik zorg ervoor dat die ladder ongeveer hier zo staat. Kan ik er dan opspringen? Oh ja. Ik denk dat dit ongeveer wel de hoogte is van de zolder. Dus dan ga ik nu mijn slaapzak zo erin zetten. Ja, daar heb ik niks aan. Ik wil ervoor zorgen dat die slaapzak met zijn hoofd zo naar binnen gaat. Oh, kijk, dat is perfect. En dan moet ik erin springen. Wow, ik lig in mijn slaapzak. Het is wel een beetje glitchy, maar ja, dat is natuurlijk het... Wow, zien jullie dit? Het is een zolderkamer. Kan ik erin springen? Zit ik nou in de zolder? Oh nee, het is me niet gelukt. Misschien moet de slaapzak nog iets hoger zitten. Zo, ja. Yes! Dus dat betekent dat dit geheim klopt. Hoe gaaf is het om hier zo bovenop al deze motelkamers te lopen? Door naar het volgende geheim. En zoals je weet is Brookhaven natuurlijk een game. En het zit zo ongelooflijk goed in elkaar. Maar soms kan je ook de achter de schermen van het spel zien. Daarvoor moet ik naar het winkelcentrum gaan. Gezellig, we gaan lekker een filmpje kijken. In de movies, zo. En dan hier zo naar het theater. Wat ik nu moet doen is schuin op deze stoelen gaan zitten. En als ik dat heb gedaan, kan ik een slaapzak in het scherm zetten. En aan de andere kant uitglitchen. Dan kunnen we als het goed is de onderkant van Brookhaven zien. Het zal wel. Ik weet niet wat deze stoelen hiermee te maken hebben. Maar goed, ik ga diagonaal hierop zitten. Waarom niet? Ik kan het gewoon uitproberen natuurlijk. En dan zet ik mijn slaapzak hier zo in het scherm. Zo, ik ga erin liggen. Wow! Wow! Ik zie inderdaad de onderkant van Brookhaven. Het is zo gek. Ik ga even kijken of ik eruit kan. Oh ja. Yes, ik zit hier op het randje. Oh my goodness. Hoe tof is dit? Een dikke stempel op dit geheim. Want hij werkt gewoon. Ik vind het echt geweldig. Dit is zo leuk en bijzonder om te zien. Ik ben weer lekker terug in het winkelcentrum. Want hier is nog een geheim. Er is namelijk een kamer die niemand anders kent. Maar je kan er ook niet zomaar 1, 2, 3 eventjes in. Dus ik ga naar boven en dan heb ik hier een burgerplekje. Dan kan je hier achter staan. Hallo, mag ik uw bestelling opnemen? Oh nee, dat was niet de bedoeling. Dan ga ik hier zo naar achter. Wat hebben we hier aan? Zo'n geheim is dit nou ook weer niet, want elke andere speler kan hier naartoe komen. Daarvoor moeten we eventjes een geheim kamertje opzoeken. We hebben hier de oven. En volgens mij is er hier achter een geheime kamer waar ik in kan glitchen met mijn slaapzak. Ja, hij ligt er. Wow, dat ging zoveel sneller dan ik dacht. Dat was zo makkelijk. Dit geheim werkt dus. En dat is perfect. Ik zou elk spel van Verstoppertje winnen.
Maar we moeten nog eventjes door, want ik heb er nog een paar die ik moet testen. Daarvoor ga ik eventjes teleporteren naar Eagle View. Wat een mooie plek om een huis te bouwen eigenlijk. Oké. Ik heb hem. En dan moet ik een huisje bouwen met een tuintje. En dat is deze. Er zijn leuke bloempjes hier zo in de voortuin. Op zich, als je bedenkt, wat is er zo bijzonder aan een huis? Niet zoveel. Hier is iets heel erg grappigs en speciaals aan. Het schijnt namelijk dat je de ramen kunt openen. Van alle andere huizen kan dat niet. Maar hier kan je wel de ramen van openen. Wat ik moet doen is eerst alle lampen uitdoen. Het is lekker donker hier. Dan ga ik naar boven. En hier de lampen uitdoen. En dan moet ik ook de deur op slot doen. Zo. Gaat het me lukken om de ramen te openen? Ik ga eventjes naar dit raam toe lopen. Het verandert in een handje. Dus als ik hierop klik... Ja! Het raam opent gewoon. Dus je kan het huis in en uitlopen. Zelfs als die op slot is. Volgens mij kan je alle ramen openen, jongens. Dit is zo leuk. Wat heerlijk. Het geheim... werkt. Dat is het allerbelangrijkste hieraan. Dan gaan we snel door naar iets wat ik altijd al heb gewild. En dat is vliegen in Roblox. Ik moet eventjes een billboard opzoeken. Oh ja, ik zie er daar eentje in de verte. Daar zijn we en dan klim ik erop zo. En nee, ik hoef er niet van af te springen. Het enige wat ik moet doen is hierop klikken. Wacht, grapje. Misschien moet ik hier op dit knopje drukken. Ja, ja, ja. Dan typ ik slash. Dus zo'n schuimstreepje. En het woordje fly. Dat staat nu op billboard. En vervolgens moet ik het billboard helemaal donker maken. Alleen de tekst moet dan wel weer wit zijn. Het enige is, als ik hiervan afspring... Dan ga ik niet zomaar ineens vliegen. Maar het schijnt dus, nu dat het op de billboard staat... als ik het in de chat typ, dan pakt hij de code en dan zegt hij... Ha, jij gaat vliegen. Ik open de chat en dan doe ik een schuinstreepje fly. Ik druk op enter. Here we go! Hallo? Ik zeg wel fly in mijn kleine chatboxje, maar ik ben nu niet aan het vliegen. Fly! Misschien moet ik eventjes vanaf het billboard afspringen. Fly! Nee, helaas werkt dit geheim niet. Dat is echt heel erg jammer, maar tegelijkertijd ook wel een beetje grappig. Voor dit geheim moeten we de appartementen gaan opzoeken, want het schijnt dat je dus een gratis... appartementje kunt krijgen. We gaan eventjes één verdieping omhoog. Luxury apartment nummer 6. Je kan hier niet doorheen. Ik kan natuurlijk deze ook niet meer krijgen, want ik heb al een huisje ergens anders gebouwd. Wat ik wel kan proberen, is om er doorheen te glitchen. Dan ga ik aan de rechterkant van de deur staan en dan klik ik links op de deur. De slaapzak zit erin en dan ga ik zo via deze slaapzak naar binnen. Oh, yes! Het is gewoon gelukt! Wow! Dit appartement is wel echt gigantisch. Groot. Het enige is, het is wel een beetje leeg, maar het geheim werkt wel. Dat is perfect. En dan kunnen we nu meteen door naar het volgende geheim en dat is bij de school. Ik stap uit en ik ga naar binnen, want hierboven is een plekje die we allemaal wel kennen. Het schijnt dus dat als je niet zomaar iets maakt, maar een dier, dat dier in Brookhaven tot leven komt. Ik weet nu al wat ik ga tekenen. Als er iets is wat ik echt ongelooflijk graag wil hebben, is het wel een kat. Dan gaan we hier zo zitten. Ik wil heel graag een oranje kat. En ik ga hem zo duidelijk mogelijk tekenen natuurlijk. Zodat Brookhaven weet dat ik een kat wil. Ja, kijk nou eens eventjes. Wat moet ik doen? Gewoon springen. En dan komt deze kat dus tot leven. Ik kan niet wachten. En yes! Hallo? Oh! Nee, dat is niet de kat die in Brookhaven tot leven komt. Die zit gewoon in mijn tasje. Maar ja, ik ben op zoek naar mijn leuke oranje kat. Ik zie hem alleen nergens. Is het misschien hier zo verstopt? Nee, is het hier achter verstopt? Oh, volgens mij heeft iemand keihard gelogen. Het was een leuk idee, maar helaas, de kat of een dier komt dus niet tot leven. En dat betekent dat dit geheim niet werkt. Wat we wel kunnen doen, is het allerlaatste geheim testen. En daarvoor ga ik even teleporteren naar de lake house. Daar willen we niet naartoe. Nee, we willen naar de jacht. Dit is eigenlijk ook al een huis. Je kan lekker op de bank zitten. Er is zelfs een keuken en een badkamer en zo. Maar er is dus ook een geheime kamer. Ik geloof het ook niet helemaal. Het is een boot. Die is al redelijk klein. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat hier inderdaad echt een geheime kamer in zit. Ga hier naar beneden. Dan hebben we de stapelbedden. Dat is leuk. En dan is er hier een badkamer. Ah! Deze badkamer is zo ontzettend klein. Wat ik blijkbaar moet doen is door deze douche heen lopen. En gewoon door het muurtje heen. En go. Huh? Ik sta
midden in de muur. Ik kan er doorheen. Wow, ik ga verder doorlopen. Het is een klein gangetje. Het is wel een beetje krap en claustrofobisch, maar woop, dit is ongelofelijk. En er is zo ontzettend veel geld. Oh, ik ben lekker rijk. Ik had absoluut niet gedacht dat dit geheim zou werken. Nu hebben we een heleboel geheimen getest waarvan de meeste dus werken. Dus dat betekent dat er nog heel veel te ontdekken is in Brookhaven dat echt waar is. En dat is geweldig. 10 second wrap out. Lucia, Cupid, Blaze, Noor, Alicia en Sabina. Megan, Annemiek, It's Olivia, Jasmina. Joelle en Penelope, Kakomi, Kat, Kiara. Samantha, Evi, Isabel, Millie, Mela, Sophie, Sarah. Hey, nu je toch al lekker zit, klik dan eventjes hier zo om door te blijven kijken op mijn kanaal. En je kunt ook de vraag van vandaag beantwoorden. Heb jij een huisdier? Zo ja, welke? Zo nee, wat zou je graag willen? Laat hem eventjes weten in de reacties hier onder deze video. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei doei!